This video is powered by the following sponsors. Hallo allemaal, mijn naam is Samira El Idrissi van Combat Point en naast mij staat Yassine Ambari. Je hebt net gevochten, hoe kijk je terug naar jouw wedstrijd? Ja, het was een harde partij. Ik heb me uiteindelijk gewonnen. Het was niet een van mijn beste partijen, maar ja, ik vind dat ik wel de winnende vechter was. Ik heb meer acties uitgevoerd, mijn combinaties kwamen uit, maar dus uiteindelijk mooi gewonnen. Ja, want het was een lastige partij. Hij pakte je steeds vast, veel worpen. Hoe kwam je daar steeds uit omhoog? Ja, het was lastig natuurlijk in die clinch. Als je elke keer op de grond terecht komt, kost het hartstikke veel energie. Maar ja, het is gewoon jezelf weer herpakken en proberen je combinaties toch goed te maken. Oké. En wanneer is je volgende wedstrijd? Dat is even nu kijken hoe ik hieruit ben gekomen morgen. Of ik blessures aan heb overgehouden. En dan is het misschien 13 mei in Hoofddorp. 13 mei in Hoofddorp, Fight League. Hoe ga je voorbereidingen? Hoe bereid je daarop voor als je zou vechten? Ja, gewoon mijn normale voorbereiding, zeg maar. Alleen zou dat dan wel mijn eerste A worden als het goed is. Oké, want jij, je B-partij heb je altijd goed doorlopen. Je hebt één B-partij verloren. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, ik vecht gewoon mijn eigen spelletje meestal. En dat pakt altijd goed uit. Dus 13 mei zou je eerste A-partij zijn tegen? Weet ik nog niet. Oké, dan kijken we nog even. In ieder geval 13 mei in Hoofddorp. Zorg dat jullie er ook allemaal bij zijn. Like deze video ook, deel hem en abonneer ook op ons kanaal. En tot de volgende keer.